De regering werkt eraan om naast de belastingen via andere wegen inkomsten te werven voor Suriname. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei gisteren op een persconferentie dat het ministerie verschillende markten open heeft gegooid voor het doen van zaken. Barbados, nu recentelijk de Dominicaanse Republiek, we kijken naar exporten, maar het is niet altijd eenvoudig. Om het voorbeeld van rijst te geven bijvoorbeeld. We hebben op dit moment enorm veel rijst dat we moeten exporteren. Er zijn drie landen in het Caribisch gebied waar we heel nadrukkelijk naar kijken. Maar alle drie hebben dan issues waarmee we te maken hebben. Dus het hebben van een product is niet voldoende. Het hebben van een markt is niet eens voldoende. Wij willen graag voortgaan met de exporten naar Cuba. Maar Cuba heeft een cash liquidity probleem. Dus zij kunnen niet in cash terugbetalen of via de bankrekeningen. Dus het gaat dan om barter trade, om het uitwisselen van goederen. Daarmee zijn we nu bezig om te kijken hoe we de boeren in Nigeria kunnen ondersteunen om zo gauw mogelijk exporten te realiseren tegen een prijs dat ook hun goed tegemoet komt. De minister merkt verder op dat er ook gesprekken lopen met de Dominicaanse Republiek en Haiti die behoefte hebben aan de import van rijst. We moeten de modaliteiten kunnen vinden waaronder deze export het best kan plaatsvinden. En het export zal niet door de regering plaatsvinden, want wij houden ons niet bezig met de specifieke bedrijfsactiviteiten. Maar we faciliteren bedrijven die wel in staat zijn tot export over te gaan. Laatste was de kwestie van export van rijst richting Venezuela. Dat is traditioneel geweest en we willen daarmee doorgaan. Venezuela heeft interesse, maar uiteraard er zijn bepaalde sancties geweest en we moeten nu kijken naar de laatste ontwikkelingen in de relatie tussen Venezuela en de Verenigde Staten of het nu wel weer mogelijk is om rijst te exporteren naar Venezuela. Dit is op heel korte termijn, dit is niet weken, dit is een paar dagen. Dus hieraan wordt gewerkt. Ramdien gaat ook aan dat de dialoog met de vakbonden en het bedrijfsleven gaande is.